Daar is hij dan, het vliegtuig waar al maanden naar werd uitgekeken. Met aan boord ongeveer 150 militairen die op uitzending zijn geweest naar Uruzgan. Zondagmiddag landde het toestel op vliegbasis Eindhoven. Honderden familieleden, kennissen en vrienden stonden samen met minister Van Middelkoop op hun helden te wachten. Terug, de soldaten komen weer thuis en daar wou ik even bij zijn. Na 4 jaar komt er een eind aan de missie in Afghanistan. Ruim een week geleden werd het commando door brigadegeneraal Kees van den Heuvel overgedragen aan de Amerikanen en Australiërs. Ja, een geweldig moment natuurlijk om hier weer op Nederlandse bodem te staan. Natuurlijk sta ik hier ook met gemengde gevoelens. Ja, we hebben daar wat achtergelaten. We zijn 4 jaar actief geweest in de provincie Uruzgan. We hebben daar onze slachtoffers gehad, we hebben daar onze gewonden gehad. Op het moment dat je zelf hier terugkeert, denk je daar natuurlijk ook aan terug. En ja, ook die nabestaanden van deze mensen, die hadden ook graag hier hun mensen gehad. Dat zijn dus echt wel gemengde gevoelens die je dan hebt als je hier terugkomt op Nederlandse bodem. Hadden jullie niet nog langer willen blijven? Het politieke besluit is natuurlijk al in 2007 genomen dat we hier dit jaar 1 augustus weg zouden gaan. Natuurlijk ben je op een bepaalde manier verbonden met deze provincie. Maar we hebben het op een goede manier kunnen overdragen aan onze opvolgers. Ik heb er het volste vertrouwen in dat zij het zullen afmaken waar wij mee begonnen zijn. Kijk later naar EDTV voor reacties van militairen en hun geliefden.